Kelvin, even een sound. Hallo, hallo. Jurgen? Hallo. Kom binnen. Oh ja, 6, 2, 5. Ja, chicos. 5, 2, 6. Als je Kelvin hebt, moet je zeggen, moet je sowieso vragen, ben je 5 of zo? Ben je 5 of zo? Dan heb je helemaal stuk. Het zijn er wel veel. Ben je 5 of zo? Nee. Nee, dit is jouw kinderachtig. Dit is zo kinderachtig. Ja, nee, dat ben ik niet. Maar ja, af en toe, ja, ons gedrag is nog wel eens kinderachtig. En ik denk dat dit voor, ja, Jur geldt, maar ook voor... Wat zeg jij nou? Maar ook voor Vincent en Richie. Het is een beetje erin gekomen dat, ja... Als, wanneer iemand gewoon kinderachtig wanneer is. Wanneer iemand kinderachtig is, zeggen we gewoon, ben je 5 of zo? Dus, ja, vooral Vincent. Vooral Vincent, vooral Vincent. Die is 28, maar gedraagt alsof die 5 is. Dus ja, daar komt dat vandaan, ja. Zo. Kelvin, waarom slaat je humor niet aan in de kleedkamer? Komen deze vragen allemaal van Richie en Vincent of zo? Nou, ik denk dat mijn humor heel goed aanslaat. Ik denk, omdat de jongens in de vorige aflevering mijn naam als eerst hadden genoemd, dat ze me toch eigenlijk wel grappig vinden. Dus ja, daar hou ik het bij. Ja, ja toch? Ja, je hebt gelijk. Ja, je hebt gewoon gelijk. Richie en Vincent gaven aan dat jullie veel straattaal gebruiken. Is dat zo? Valt mee, hè? Jij meer dan ik, vind ik. Ja. Ja, ik denk dat het wel meevalt. Maar ja, er zijn wel sommige woordjes dat Jur en ik straattaal gebruiken. Maar Vincent doet dat zeker ook. Ja, dus, precies. Dus ja, het is eigenlijk ons drie onderling een beetje dat we wel straattaal gebruiken, ja. Gewoon Gimma. Ja, bijvoorbeeld als we wedstrijd, zeggen we Gimma. Als je naar huis gaat. Ja, als we naar huis gaan, zeggen we gaan naar Osso. Dat soort dingen, ja. Verder... Eigenlijk is het wel onzin natuurlijk. Ja, onzin, maar ja, het zit er een beetje in. Dus ja, dat eigenlijk. Hoe zit het met jullie Antwerps? Prima, toch? Ja, wel prima. In het begin, eerlijk is eerlijk, vond ik het wel lastig te verstaan, zeg maar. Ja, klopt. Maar nu gaat het ja, steeds beter. En af en toe gebruik ik wel woordjes. Ik ook, maar, ja. Soms ook. Amai en zo, dat soort dingetjes. Gewoon goesting in de ja, training. Ja, goesting. Dat woord had ik eigenlijk nog nooit gehoord voordat Poenie het ooit zei. Dat is Pieter trouwens. Ja, toch? Ja. Ja, dus het gaat oké. Okay, het gaat oké. Okay. Ja. Gaat gewoon goed. Dat ook, dat zei dus ook weer dat je dat niet zei. Maar ja, het slaat weer nergens op. Ja. Oh, wat zijn jullie favoriete woordjes? Ja. Amai. Amai is wel grappig, hè? Allee. En loop niet zo te severen. Of te zagen. Te zagen. Ja. Of wat zeggen Ritje ook? Verdoemen, hè? Of ja, zo. Verdoemen. Ja. Of ja, dat kan toch niet? Zo, dat soort dingen. Ja. Jullie zitten nu allebei een tijdje bij de club. Hoe vinden jullie het? Ja, gewoon geweldig natuurlijk. Het is een leuke club en... Het is gewoon gezellig, leuk team, dus top, ja. Toch? Ja, zeker. Ja, het gaat ook goed en ja, we hebben, wat Juras zegt, een heel leuk team. Dus ja, we hebben het heel erg naar ons zin eigenlijk, ja. Dus. Ja, hoe zouden jullie de sfeer in de groep beschrijven? Ja, goed. Ik denk, iedereen is heel positief en ja, er is veel ja, joy, zeg maar, gewoon mm-hmm. Ja, op training. Goed. Maar er wordt wel altijd wel gewoon hard gewerkt, dus... Ja, het is gewoon wel gewoon ja, het grappig. Is gezellig, ja, gezellig. Het is gezellig. Ja, ja, maar wanneer het wel serieus moet, dan ja, is dat serieus. Is wel serieus. Ja. Met wie van de ploeg zou je naar de oorlog gaan? Ja, ik denk dat er wel één antwoord is, toch? Nou? Ja, Gaston, toch? Ja.
Ja. En Gaston. Ja. Ik zal met Vin gaan, man, denk ik. Ja. Hij is gezellig, goed, hij is goed in Call of Duty, denk je toch? Ja, Call of Duty is wel oké, maar ik denk ja, gewoon gezellig gewoon. Ja. 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 Maar ja. Nee, ik ga ja, wel voor nee, Gaston. Gaston zou wel de oorlog voor je winnen, ja. Ja, zeker. Toch? Ik denk ja, als je ziet hoe die af en toe in duels ja, gaat precies. En tackles eruit gooit en ook op training af en toe. Ja. Ja, dan ja, zullen we wel voor hem moeten gaan, ja. Ja. Denk het ook. Hebben jullie bijnamen in de ploeg? Pieter, ja. Toch? Ja, Poenie. Pieter is Poenie. Richie is Richke. Richke. ik ben Kelly. Ekkelchamp. Ekkelchamp, ja. Ja. Ik nog meer. Finn noem ik Nif, dus ik draai het om. Dat is ook iets strata, Nif. Ja, Seno ook dan. Ones. Seno. Ja. 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 En ik noem Arthur Bully met die jongens. Ja, Bully. Ja. Ja, dat is het wel, toch? Ja. Ja. Hebben jullie veel tegen elkaar gespeeld? Ik denk één keer, man. Was een mooie pot. Wat toch? Was dat? Voor de beker. Ja toch? Of niet? Ik ben vergeten. Ik ben vergeten, man. Ja. Met, wat eerste reactie? 0-2, man. Oh, 0-2. Ja. Maar hij praat niet over een keer dat hij op de bank zat in de arena, dat we 2-0 wonnen. Ja, maar toen speelde ik niet. Oh, toen speelde ik niet. Maar hij zat wel bij de selectie. Ja. Nou ja, ik heb dus één keer verloren van Jur. Ja. Ja. Echt feest, man. Ja, dankjewel. Hoe is het om met elkaar op het middenveld te spelen? Is wel lekker, toch? Ja. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we elkaar ook wel goed aanvoelen, ook met Arthur. Ik heb dan nog niet met Mandela gespeeld, maar ja, toen we met z'n drieën speelden, ik denk dat het sowieso wel goed ging en ja, dat de connectie ja, er zeker is. En, ja. Nee, klopt inderdaad. Gewoon die, sowieso met iedereen op het middenveld, goede connectie inderdaad, ja. Dus dat loopt allemaal goed. Ja, dat denk ik ook. Nou, deze is voor jou, man. Kelvin, wat is de gekste wedstrijd die je ooit speelde en waarom is het die tegen Antwerp met AZ? Is dat de gekste wedstrijd? Ja, dat zal wel een van de gekste wedstrijden zijn geweest die ik heb gespeeld. Zeker omdat we, ja, omdat ik in de laatste minuut ook de 1-1 maakte. En ja, sorry naar de Antwerp supporters voor dat, maar... ja, voor mij op dat moment was dat een mooi moment, omdat we ja, weer terug in de wedstrijd kwamen en het gevoel hadden dat we, ja, dat we weer konden winnen. Dus dat is zeker een van de gekste wedstrijden die ik heb gespeeld, ja. Ja. Jorginho, leg eens uit waarom je die Instagram-naam gekozen hebt. Ja, vroeger speelde ik veel op straat met mensen uit de buurt. Nu ben ik benieuwd. Nu ben ik benieuwd. En met mijn gezin ook een beetje. En toen, ja, ik was wel... Je was ja, de beste. Ik was wel een van de beste daar. En ja, Ronaldinho is natuurlijk een hele goede voetballer. En ja, toen hadden ze daar een beetje Jorginho van gemaakt. En ja, ik dacht, ik neem hem lekker als ja, Instagram neem. Ja. Ik snap het wel. Dat is het, joh. Maar je lijkt niet op hem. Nee, dat niet. Het is voor jou. Merk je een verschil aan Kelvin nu hij vader is geworden? Nee, helemaal niet. Gelukkig. Hij is ook wel een beetje... Hij is nog steeds... ja. Kinderachtig. Kinderachtig, ja. Nee, maar... Ik denk dat hij... ik was laatst bij hem thuis. Ik denk dat hij zeker een goede vader is. En, dankjewel, man. Ja. Dankjewel. Zeker. Dankjewel. Ja, we zijn nu denk ik wel twee, drie keer bij elkaar thuis geweest, hebben gegeten. Mm-hmm. En ja, was gezellig zeker. Ja, toch? Ik had gekookt, één keer had Jur gekookt, één keer had het besteld. Dus ja. Nee, ja, was gezellig. Was leuk. Ja. En hij bracht een leuk cadeautje mee voor die kleine, dus dat is ja, altijd goed. Ja. Mogen we weten wat? Schoentjes. Ja, toch? Ja. Nike schoentjes. Ja, ja, schoenen. Patat of friet? Ja, patat, man.
voor mij ook patat. Ja, ja, patat, ja, sorry, gewoon. Maar ja, patat. Ja. Favoriete bestelling bij de frituur? Ik had laatst, ga ik nu heel eerlijk zijn, ik had laatst een frietjes, nee, mijn vriendin had een frietje stoofvlees besteld. En omdat Richie en Faris zeiden van ja, dat moet je echt eten. Dus ik dat eten, nou, dat vond ik dus niet zo lekker. En ik zeg altijd, patatje oorlog, mayo, pinda, uitjes en een kaassoufflé voor mij. Mm-hmm. Dat is voor mij mijn bestelling. Ja, voor mij gewoon lekker twee frikandellen. En dan patatje met mayo en satésaus. Dat is het. Nee, kaassoufflétje voor mij en een patatje oorlog. Jurgen, hoor je vaak dat je de Ronaldo gooien bent? Ja, man. Na de laatste tijd gelukkig niet meer. Maar ik denk, toen het gebeurde, daarna 2 jaar nog wel, hoorde ik het wel vaak. Maar gelukkig is het nu wel voorbij, gelukkig. Af en toe wordt het nog wel in de kleedkamer gezegd, hoor, maar dat vindt hij niet zo leuk. Dan zegt hij, nog steeds hebben jullie het erover. Ja, ja. Precies, precies. Maar, ja, maar dat doen we alleen maar om een beetje op te fokken. Ja. Oeh, wie van jullie heeft het hoogste ideale schoonzoongehalte? Oh. Ik denk hij toch, denk ik. Denk het zelf ook, man. Denk ik. Ja, hoe lang ga je al met je vriendin? Ja, echt lang. Dus ja, ik maar zal jij bent ook wel gewoon. Maar ik ben ook wel, ja, jij wel. Ja. Dus, ik denk allebei wel, maar. Ik denk toch Jur iets meer dan... Ja, nog iets, hè. Ik ben misschien toch wat vervelender dan dat Jur is of zo. Denk ik. Nog iets grotere mond, inderdaad. Ja. Maar gewoon rustig. Nee, klopt. Als jullie een eigenschap van elkaar zouden mogen overnemen, welke zou dat zijn? Bij jou humor, man. Die vind ik wel grappig, hè? bij jou... ik denk, Jur is heel goed... om wijze mond te houden in situaties en niet te reageren. En daar ben ik zelf niet zo goed in. Dus ja, ik geef wel snel mijn mening of zo. Je denkt van laat maar zitten. En ik denk dat ik die wel van hem kan overnemen. Ja. Ja. Nee, mooi, mooi. Ja, toch? Zouden jullie van haar willen wisselen? Ja, nee. Man. Ik heb wel voor een dagje. Voor een dagje. Voor een dagje gewoon. Nee, ik niet. Ik niet. Nee, ik zou ook niet staan. Nee, nee, nee. Ik begrijp het wel, man. Gewoon lekker een sponsje op je hoofd zo. Voor een dagje. Kunnen jullie ons iets vertellen dat de mensen niet over jullie weten? Zo. Goeie vraag. Ik weet echt niks, man. Ik zou het echt niet weten. Even nadenken. Ja. Nee, ik kan alleen iets geks bedenken, man. Voor het slapen wat ik doe, toch? Ik moet mijn bed... Als ik ga slapen, zeg maar, moet mijn bed hetzelfde zijn, zeg maar, als je in een hotel komt, zeg maar. Dus dat je bed helemaal strak is. En ja, mijn vriendin vindt dat niet zo chill, dus terecht, dat is vaak wel een... Dat is wel terecht. Ja, maar anders kan ik gewoon niet slapen. Dus dat is eigenlijk iets wat ik denk de mensen niet van me weten. Ik ben een beetje bang voor de monsters. Ik denk dat het inderdaad komt van vroeger misschien. Dat is zeg maar als je voeten buiten de dekens gaan, dat je dan denkt van... maar ja, dat is altijd een beetje ingebleven. En zoals... Ligt echt niet lekker, man. Ja, maar ja, ik kan ook niet slapen. Maar als jij dat wil, Nee, ik weet echt niks eigenlijk. Mensen denken dat hij heel stil is, maar dat valt wel mee. Dat denk ik. Ja, mensen denken ja, dat. Ja, ik denk dat mensen heel erg denken dat hij heel stil is. Ik ben meestal gewoon een beetje rustig in het begin, gewoon als ik iemand leer kennen. Maar valt moet gewoon mee. Soms even loskomen, gewoon dat eigenlijk. Ja. Ja, zeker, zeker. Die is hij ook vervelend gewoon. Nee, dat niet. Welk nummer mag de stadion DJ voor jou spelen tijdens de warm-up? Ik denk Burna Boy of zo. Last of zo. Dat liedje, denk ik. Zoiets. Voor mij Sean Paul en dan Temperature. Ik ken dat liedje niet. Ken je die niet? Nee, man. Is echt goed, man. Ja. Moet je een keer luisteren. Okay.
Nee, ik ga niet zingen. Is echt, je moet echt luisteren. Is, gewoon, ja? Is van vroeger, ken je wel. Ja, misschien als ik het hoor dat ik het dan wel ken. Weet ja, je kent hem sowieso wel. Hebben jullie al een favoriet supporterslied? Ja. Bro, jouw voetbalclub. Nee. Ik vind die wel leuk. Ik denk die Antwerp. Antwerp. Wat zeggen ze? Antwerp Magina. Ja, zoiets toch? Was dat? Dat zeggen die anderen toch? Ja, dan toch? Gaan ze het nazingen. Ja, toch? Ja. Dat toch? Dat is toch een lied van de supporters? Ja. Nee, ja. Dat vind ik het leukste. Ja, denk ik. Is wel leuk. Ja. Ja, het zijn wel leuke liedjes. Al de laatste gap. Ja, laatste. Wat is jullie favoriete Bosuil moment tot nu toe? Ik denk halve finale beker. Ja, denk het wel. Ik denk de ja, moet wel. Beladingen zo, zeg maar, qua energie ja. En zo. Je doet het gewoon met, je hebt het gewoon met het hele team gedaan. Gewoon. Ja, dus ik denk dat dat wel het mooiste moment is ja, mm-hmm. Van dit seizoen wat we hebben gehad. Ja, ja zeker. Ja. 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 Nou, dat was hem. Wel leuk dat jullie de vraag van Vincent en Richie erin hebben gedaan. Zeker. Ik heb een beetje kinderachtig van ze, maar nee, maar is oké. Okay. Ben je 5 of zo? Gewoon de eerste vraag. Eerste vraag gewoon, nee. Kan het niet.